Goedemorgen, ik heb net lekker gedoucht en ik heb me opgefrist, ik heb me omgekleed, ik heb me opgemaakt, ik heb mijn haren gedaan. Helemaal lekker fris. Even kijken, ik heb trouwens een truitje aan van Bershka die ik laatst had gekocht voor een tientje. Ik vind hem echt super leuk en ik ben blij dat ik hem ook in een andere kleur heb gekocht. En daaronder heb ik trouwens een zwarte normale broekje en mijn Nike slippers. Oh, mijn Nike slippers. Oké, de planning voor vandaag is, ik ga zo naar de tandarts met Nassim. Hij komt eens ophalen met de auto. Hij is naar de garage geweest om mijn auto te fixen, want mijn ramen gingen dus niet meer omlaag. En ik had echt nodig, met het weer van de laatste tijd, het was echt zo warm. Ik kon mijn ramen niet omlaag krijgen en de airco was ook niet zo heel goed in mijn auto. Dus ik ben echt blij dat het gefixt is, dus dankjewel Nassim. En daarna gaan we dus naar de tandarts. En hij is hier maar 10 minuutjes. Vanavond hebben we op de planning, even kijken, wat gaan we ook vanavond ook weer doen? Oh ja, vanavond zijn we uitgenodigd bij vrienden om de IFTA te verbreken. Dus daar heb ik ook heel erg zin in. Trouwens, even voor de duidelijkheid, Nassim doet wel meer aan de Ramadan en ik niet. Ik ben ook geen moslima en dit werkt gewoon voor ons. Ja, dat is het eigenlijk een beetje. Even kijken, ik heb laatst dus een boek besteld en die is net binnengekomen. En het is echt een super grappig boek. Ik was laatst aan het kijken naar YouTubers. En ik kwam toen Michelle Bronx tegen, die ken ik natuurlijk al. Die heb ik een keer gezien op, wanneer was het ook weer? NYX event. Heb ik hem gezien, dus keek op zijn YouTube kanaal. En toen had hij het dus over een boek. En die boek heet letterlijk Don't Give a Fuck. En toen dacht ik, ja, die moet ik hebben. Ik vond hem echt zo grappig, dus ik heb hem meteen besteld en hij is net binnengekomen. Ik heb het over deze boek. Don't Give a Fuck. Die heb ik besteld op bol.com voor, ik weet niet, 14 euro of zo. Maar goed, ik ga er vandaag aan beginnen. En ik vond het zo grappig, want ik keek naar de hoofdstukken en het staat eigenlijk helemaal nergens op. Maar hij zegt het bij hem werkt, dus misschien werkt het bij mij ook, want I need it! Yes! Dus daar ga ik vandaag even mee beginnen. Even de info in de hoofdstuk sla echt letterlijk nergens op. Wat was het nou? Het tweede hoofdstuk is... Oké. Okay. Het begint al goed. Even kijken hoor jongens. Kijk. Het tweede hoofdstuk is... Besluiten ergens geen fuck om te geven. Derde hoofdstuk, er geen fuck om geven. Het staat echt nergens op. Maar ja, misschien werkt het wel. Ik ga dit gewoon even lekker lezen. Trouwens echt de type vrouw die altijd van die onzin boeken koopt. Mijn boekenverzameling staat echt helemaal nergens op. Dus dan koop ik ook gewoon boeken van vrouwen die ik gewoon super tof vind. Zoals Faya Laurens. En ik heb hier eentje van Kristen Cavallari. Dat soort boeken koop ik ook altijd. Dat vind ik ook altijd gewoon leuk te hebben, leuk om te hebben voor mijn verzameling. En er zijn ook heel vaak vrouwen die mij ook gewoon inspireren ofzo. Dus ja, dan vind ik het gewoon leuk om te hebben. Jezus, ik heb even deze blazer gepast van Laza. Ik vind hem zo vormloos. Ik vind hem echt niet mooi. Zelfs met de schouders is hij echt zo rond, zeg maar. Eerlijk, wat vinden jullie van deze blazer? Ik vind hem echt niet mooi. Ik denk dat ik hem ga terugbrengen. Nee, man. Jammer. Ik zie laatst trouwens iedereen op YouTube hooikoorts hebben. Ik heb één oplossing voor jullie, even serieus. Dit heeft mij gewoon echt zo erg geholpen. Deze neusspray kost wel 15 euro. Maar hij werkt echt zo goed. Even serieus, Nika mijn volgers is ook echt fan van Saria Sawaz. Ik ben gek op haar. Ik ben gek op volksmuziek gewoon. Happy Bill Bad. Oké, Nessim staat al beneden. Oh, hij is een beetje licht weer hier. Oh, er komt iemand in. Jongens, ik ben met Nessie mijn auto aan het rijden. Och, hij is in mijn auto aan het rijden. Hij vindt niet zo oké. Okay. Maar goed, wat heb je voor lira gehaald net? Ik heb voor lira heb ik eetbakjes gehad, want we wilden onze eigen bakjes gebruiken. Dus heb ik voor haar bakjes gekocht. En wat staat erop? Lovely Cat. Lovely Cat. The most lovely cat of zo. Oh. Heb ik weer twee gekocht. Ja? Ik heb voor haar zo'n speeltje gehad, weet je, met zo'n touwtje. Dat je zo kan doen. Ja? Dat heb ik gekocht. En ik heb een balletje gekocht. Yeah. Die is glow in the dark. Dus in het donker ziet ze een balletje, kan ze mee spelen. Zo schattig. En ik heb allemaal andere dingetjes gekocht. Dankjewel dat je mijn auto hebt gebracht naar de garage. Alsjeblieft. Vandaag was mediumdag. Ja, hoe gaat het met vastenesje? Vandaag gaat het heel moeilijk. Echt? Want? Ik weet niet, maar ik heb fucking veel honger. Ik heb een hele droge mond. Heb je wel goed gedronken gisteren? Ja, ik heb bijna 4 liter of zo gedronken, man. Oh. Maar ik weet niet, ik ben altijd een beetje
Waar blijft Waldo toch? Vraagt Tim de brievenbus zich af. Oh shit, die brievenbus is gewoon een persoon. Hij moet zijn post nog komen halen. Is hij het vergeten? Ja, dat is iedereen. Oh, net als iedere dag. Kan je lezen. Staat Tim ongeduldig op zijn baasje te wachten. Ha, daar komt hij. Eindelijk. Steunend op zijn kruk. Stop daar. Kijk, ze heeft hem nu al kapot gemaakt. Dit is Lira. Jammer man van je, Lily. Niet leuk, hè? Ik ga snel even dit hier opruimen. En dan ga ik beginnen met koken. Zo, de keuken is lekker weer schoon. Ik ga nu beginnen met koken, want dan heeft Nessie ook al eten voor morgen. Nee, voor vannacht, hè, Nes? Ja. Moet je ook eten hebben? Ja, dan heb ik al eten voor vannacht. Ik heb alvast vlees hier ontdooid. En ik ga nu starten. Oké, ik ga nu beginnen met koken. En ik ben echt geen keukenprinses, maar het is gewoon hoe ik het doe. Ik haal heel vaak mijn recepten van Turkskok.nl. Ik vind het echt een heel handige website. Ik ga vandaag fasolier maken met rijst. En dit is hoe ik het maak. En ik gebruik daarvoor lamsvlees. En die laat ik meestal in stukjes snijden door de slager. En dan kan ik het meteen in een pan bakken. Oké, je hebt dus nodig uitjes, paprika poeder, peper, zwarte peper eigenlijk, maar die is bijna op. Dus ik heb deze ernaast. Olijfolie, witte bonen. Ik heb uit blik, maar je kan gewoon verse nemen. En zout, tomatenpuree en ik gebruik basmati rijst. Mijn lamsvlees zit nog steeds aan het ontdooien. Kijk, dit is echt super handig. Dat heb ik altijd. Ik kom met iemand aan de deur voor het Oranje Fonds. En dan kan ik zo muntgeld pakken. Super handig. Kijk, net de lamsvlees ontdooid. Doe ik normaal gesproken echt nooit. Maar ik was hem vergeten uit de diepvries te halen. Dus dat moest even wel. Zo. Een beetje olie. Zo. Nu ga ik eerst lamsvlees bakken. Zelfs kun je er een snelkookpan doen, maar die heb ik niet. Dus ik laat het echt zo heel lang koken. En ondertussen kijk ik naar de vlog van Asia. Ik ben echt gek op haar. Ze is zo prachtig. Kijk, mashallah. I love her. Oké, ik ben nu de rijst aan het bakken. Daarna doe ik er water overheen en het gaat koken en dan doe ik het even op een laag vuurtje, want ik heb nog genoeg tijd voordat de bonen hierin mogen. Dat doe ik gewoon even lekker rustig aan. Ja, dat is voor de meesten misschien een beetje raar, maar ik doe er ook een beetje citroen door. En ik heb net een beetje weer op smaak gebracht. Dan is er nog een beetje zout en peper. Besef hoe klein deze witte bonen zijn. Ik heb gewoon de verkeerde gekocht. Kijk één keer hoe dom ik ben. Het staat er letterlijk op dat het gewoon van die kleine bonen zijn. Kijk één keer, Nes. Kijk. Nee. Ja. Ja, dat is goed. Ja, het is volgens mij wel dezelfde smaak, maar ja, ze zijn echt mini. Ondertussen weer alles even schoonmaken. Nu even snel een slaatje maken. Kijk, ik doe gewoon even zo in de koelkast zonder dressing, zodat Nes er vanavond ook van kan eten. Zo, de bontjes gaan er nu doorheen. Oké, jongens, dit is het eindresultaat. En ik ga nu eten. Nessie mag straks even eten, over een uurtje volgens mij. En hij gaat met vrienden eten. Dus ik ga nu even lekker snel eten. Hoi jongens,
wij zijn nu onderweg naar vrienden, want Esme heeft zo... Hey, wat doe jij? Wat doe jij? Ik zei net tegen Esme, je bent... Nee, wil je nee! Nee, 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 zloot! Nee, es! Wil je nee, dat is normaal. Nessie, want hij altijd best wel chagrijnig eruit ziet in mijn vlogs. En nu doet hij... Dat is fantastisch. Maar nu zo raar altijd. Dat ik heb elke keer, zeg maar, wanneer ik buiten loop en ik zie kinderkleding of baby's, we hebben altijd een neiging om te kopen. Waarom dan? Ja, gewoon voor de kind. Voor dinges? Ja. Van iets kind. Die is mijn kind, gewoon. Ik koop gewoon ding. Oh, dat is schattig. Maar je moet eigenlijk gewoon even wachten tot ze wat ouder is. Dan kun je echt nog dan ben je een muur. Ja. Oké, jongens, wij zijn nu op bezoek en ik ben bij de baby. Als je heel goed luistert, hoor je haar. Oh, ja. Zo schattig. Niet slapen. We proberen het al een tijdje. We hebben het licht voor de secret uitgedaan. En we hebben alleen zo'n mobiele licht aangedaan, zodat zij gaat slapen. In plaats van dat hij naar in slaap valt, val ik gewoon in slaap, jongens. Wij zijn net thuis. Ik ga je bij de vlag afsluiten en ik zie je morgen weer. Waarom dan? Ik ben nu niet aan vlag geweest vandaag. Kom maar. Oh, dat is toch. Hi. Hey jongens, ik wil even zeggen... Volg mij op Instagram, Nessie Minaj. Nessie Minaj, ja, even doen. Ik wil dat je lief ook doen, maar... Ik wil ook heel lief doen, kom maar, kijk. Maar volg mij even, alsjeblieft, ja. Oké, daar.